Inderdaad, Cindy. En we hebben in deze speciale WK-special vandaag speciaal voor alle kijkers speciale WK-special onderwerpen. Oranje mist vorm. Maar volgens Bert van Waarwijk sluit de keeper van FC Utrecht vandaag weer aan bij de groep. De Bavaria Dutch Dress is zo'n ongelooflijk succes dat er tijdens het EK van 2012 de tribunes waarschijnlijk bevolkt zullen gaan worden door dobbels, dames, grolsgrietjes en Heineken hoertjes. De selectie van Engeland heeft te kennen gegeven dat ze nog volledig achter hun blunderende keeper Robert Green staan. En dat is in dit geval misschien ook wel beter, dat ze met z'n allen achter blijven staan. Al-Qaeda is van plan een aanslag te plegen op een wedstrijd van het Nederlands elftal. En ja, de echte voetballiefhebbers hopen natuurlijk dat daarbij de bom zal vallen op het commentaarhokje van Frank Snoeks. En onze tafelgast is vandaag Erika Terpstra. Ja, we hadden graag een Bavaria meisje gehad in de studio, maar ja, die zitten natuurlijk allemaal vast. Vast wel. In Afrika. Maar speciaal is, dit is een onthulling speciaal voor deze WK special, heeft Erika Terpstra zich als een statement gekleed in een Bavaria Dutch Dress. Dit moet een grapje zijn, William. Nee, helaas niet. Nee, ik sta hier ook niet voor de lol, anders was ik wel thuis gebleven. Dit en nog veel meer zometeen na de break. En daar zijn we weer, Brabant. Goedemiddag bij deze speciale aflevering van Brabant Boulevard. Onze vaste rubriek vol onwaarheden en nieuwsfeitjes waar u vooral niks van moet geloven. Mijn naam is William van Wanrooij en naast mij de zwaar onderschatte Henk Huppelschoten. Ja, dat kun je wel zeggen, William. En we beginnen zoals iedere week weer met het eerste bericht. Vandaag zijn er in Johannesburg opnieuw twee Bavaria-meisjes van hun bed gelicht. Door 70 politieagenten. Met een enorme vuvuzela in de broek. Voordat de dames van hun bed konden worden gelicht, moesten er eerst twee spelers van het Nederlands elftal vanaf worden gelicht. De rentrée van Arjen Robben laat nog even op zich wachten, maar de geblesseerde aanvaller van Oranje laat weten er alles aan te doen en om te vechten tot je erbij neervalt. En het mooiste zou natuurlijk zijn als dat binnen het strafschopgebied is. Bondscoach Bert van Marwijk heeft verklaard dat hij de topspeler van Oranje rustig wil brengen. En hij wil hem eigenlijk de eerste 6 wedstrijden van het WK sparen. En terecht natuurlijk. Dick Advocaat liet gisteren overigens weten dat een dergelijke blessure bij Arjen Robben onder zijn bewind nooit was voorgekomen. Arjen Robben, als die op dreef begon te komen, dan haalde ik hem er altijd meteen uit. Al dus Dick Advocaat. Carlos Bilardo, de Argentijnse teamchef, heeft laten weten dat de Argentijnse matchwinner in de WK-finale hem van achteren mag nemen. In navolging van deze aparte beloning heeft Wesley Sneijder aangegeven dat een ieder die in de WK-finale scoort zijn Jolante ook van achteren mag nemen. Ongeacht of het Nederlands elftal de finale haalt, ja of nee. Jolante zelf heeft inmiddels aangegeven het een prima idee te vinden. Ze hoopt zelfs op een strafschoppenserie. Overigens heeft ook de gevangenisdirecteur van de beruchte Castro-Castro-gevangenis in Peru aangegeven dat Joran van der Sloot bij ieder WK-doelpunt... Kijk hier, heb je dat? Mis hier een stukje tekst. Ja. We gaan door. Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, was afgelopen week als toeschouwer aanwezig in Zuid-Afrika. Hij liet weten dat Real Madrid voor komend seizoen weer een aantal grote namen wil presenteren. Op de vraag of Real Madrid ook geïnteresseerd is in Elia van HSV, antwoordde de voorzitter dat ze alleen maar op zoek zijn naar grote namen. En Elia is maar 4 letters. Jan Vennegoor of Hasselbank heeft aangegeven wel te hopen op een telefoontje vanuit Madrid. Kort nieuws dan. FIFA verplicht ook Japans Coca-Cola promotieteam om nauwer te kijken. Voor Maradona zijn de vuvuzela's een verademing. Fan van Paraguay presenteert Wereldcup. En de Bavaria Dutch Dress nu ook mateloos populair in Tibet. Goed,
Nou, dan zijn we alweer toegekomen aan de prijsvraag. Eigenlijk iedere week hetzelfde gezeik. Absoluut. Eerlijk gezegd mag Omroep Brabant die rubriek schrappen. Liever vandaag dan gisteren. Nou, wie heeft er vorige week gewonnen, Henk? Even kijken, dat is Sabine Brouwer uit Berkel en Roderijs. Twee plaatsen. Berkel en Roderijs, dus in twee plaatsen. Wat heeft ze gewonnen? Toch maar één prijs. Ze heeft gewonnen, even kijken, een beurt. Een beurt. En betreft dat een grote of een kleine beurt? Je staat er natuurlijk weer niet bij, maar ja, Omroep Brabant kennende. Kleine beurt wezen, denk ik. Goed. Volgt hier de opgave van deze week. Laat hem maar eens zien. Daar staat hij. Die is wel heel grimpel natuurlijk. Ja, dat is een heel eenvoudige. Ja. Ik mag erbij zeggen dat er een speciale prijs klaar ligt voor de miljoenste inzender. Ja. Dus allemaal massaal sms'en. Goed. Dan zijn we alweer toegekomen aan het einde van het programma van Brabant Boulevard. Ik ben ontzettend blij dat Erika Terpstra niet is opkomen dagen naar Jurkie. Een fax gekregen, daar heeft de FIFA gelukkig een stokje voor gezogen. Is het niet doorgegaan. Tot volgende week, dan zijn wij er weer. Oké, weer.